We gaan naar Klein Curaçao. Kijk eens, dit is alleen nog maar de achterkant. What the fuck? Ze krijgen jullie hier gewoon. Nee, nee, Danny! Danny, dat gaat zo! It's time for breakfast. Jay eet eigenlijk nooit breakfast. Dus ja, ik ga even lekker alleen. Het is helemaal prima. Vind ik ook wel lekker. Ik heb lekker een ochtendje een beetje met mezelf. En dat vind ik heerlijk. Kijk, we slapen altijd eigenlijk samen. Dus dat is niet erg als je af en toe gewoon een eigen ochtendje hebt. Vooral als je met vriendinnen op vakantie bent. Zo belangrijk om elkaar lekker te laten gaan. Maar ook alles samen doen. Het goed communiceren. Want ja, je bent toch ineens 11 dagen volledig 24/7 bij elkaar. Hè? Dat moet je niet onderschatten. Maar het gaat gelukkig heel goed. Ik ben met Shay echt een hele goede combinatie als het gaat om op vakantie gaan. Geweldig! En it's still beautiful out here. Oh my freaking god. Dit slaat toch nergens op. Ik krijg ook telkens flashbacks van 2 jaar terug. En ik kreeg een herinnering precies 2 jaar geleden hier was. Lijp, hè? Hoe kan het leven lopen? En nu mag ik hier gewoon bij Blue Bay zitten. Ongekend. Toen had ik nog een shoot voor FHM. Die heb ik hier opgenomen. Hier een foto. Talk. Dat is daar in het water. En dat moest ik tussen al deze mensen doen die hier vakantie aan het vieren waren. En dat was erg awkward. Maar oké. Okay. Feeling like a rich mommy. Kijk mij hier zitten. En dit tasje helemaal matchen zo. Nou, ik vind dat echt te cute. En dit uitzicht, jongens. Dan kan ik wel weer huilen, hè? Ik ben zo blij. Ik moest echt even landen. Ik merkte dat het best wel in mijn hoofd zat. Maar ik ben dat boek aan het lezen. En ik moet jullie eerlijk zeggen. Ik heb er al vaker op teruggekoppeld in mijn hoofd. Dus het is echt een heel erg... Het is ook een van de bestsellers in New York. Of überhaupt. Dus dat is ook niet zo gek. Dat die goed is. Maar nee, ik wil wel vaker echt een boek lezen. Maar ik lees nog net niet achteruit. Dus het duurt altijd bij mij even voordat ik een bladzijde uit heb. Even serieus. Maak ik jullie al jaloers? Oh, kijk. Knap vriendinnetje van mij op de gram. Hallo. Jij bent heel eigenwijs. Op rotte. Can I cry? I can cry. Yes. You're back in the building. Ik vroeg aan die vrouw, ik had vanochtend geen rietje in mijn ijskoffie. Dat vond ik zo jammer, want rietjes drinken gewoon net wat lekkerder. Dus ik vroeg aan die meid die ons hielp, zij was echt zo cute. Heb je misschien een paar rietjes voor? Want dan kan ik boven met rietje drinken. Toen gaf ze het zo met zo'n servetje eromheen. Ze zegt, laat het mijn leidinggevende niet zien. Dus ik heb meteen in mijn tasje gestopt. Goed verhaal. Oh, ik heb echt iets cutes gekocht. Wat leuk is bij deze bikini, denk ik. In zo'n winkeltje. Kijk! Oh, cute! Ik weet nou nooit of dit mij echt staat. Oh nee, niet zo. Wacht, ik moet dit even goed. Tijd om weer even te gaan. Another day en another bikinietje. Ik draag het gewoon lekker als BH. Dus onder spul. Nice, lekker fleurig rokje. We gaan even de struun op. Even kijken wat dit eiland te bieden heeft. Vandaag is een beetje een chill dag. Dat mag ook wel als je een beetje katerig bent, hè? Oh, en ik had het over dit boek trouwens. Wij zijn even een rondje gaan rijden en geëindigd ergens wat ik eigenlijk was vergeten. Maar ik zei tegen ze, hier moeten we echt nog even kijken, want het is gewoon leuk om even te zien. Daar is de brug. En dan kan je... Oh, hallo meneer. Daar is de brug. Aan de overkant van alle gekleurde huisjes kan je aan de zijkant hier zo dit in. Ja, ik filmde die man volledig. En dit is super cute. Hier heb je een paar tentjes. En verderop heb je een heel leuk tentje waar je heel mooi kan zitten. Ik hoop dat je er niet voor hoeft te reserveren. En dan kunnen we daar even wat drinken. Hoe lijp is dit? Ze hebben hier gewoon een strand gecreëerd aan de zee. Dus... Je hebt daar gewoon lekker water. En dan kun je uitkijken over de oceaan. En hier heb je wat leukere winkels. Toen wij in Willemstad waren, hebben we eigenlijk alleen maar hele toeristische. Beetje dezelfde soort winkeltjes als je op je markt staat. Maar dit is nog wel wat leuker. Dit is een hele leuke mango ook. Maar we gaan even daar wat drinken. Ach, ik vind het altijd leuk als je net iets hoger staat, dat je alles van een hoogte kan zien. Hè? Uitzicht op de zee. Ongelooflijk. Wat is het mooi, hè? Wat is het mooi. Curaçao. Geweldig! Het was helemaal vol. Als je daarheen wil, dan moet je dus reserveren. Dit is het kaartje. Je kan mailen of bellen om een reservering te maken. So you know. En we gaan weer bij ons plekje. Hebben ze het? Ja. We gaan deze nemen. Die mannen zeiden dat het heel erg lekker was. Dus we gaan het even proberen. Ik ben benieuwd. Zo ziet zuurzak eruit. Volgens mij heb ik dit wel gehad vorig jaar. Ik weet niet zeker. Volgens mij wel. Dat hele ding is aan het lekken. Oké, okay, probeer het. Zal ik dat ding eraf... Oké, de zijkant. Dat mag ook. Bro, het is allemaal soorten fruit. Het heeft een beetje ananas, kiwi. Echt? Peer? Nee. Ja, dan het is wordt een beetje het van alles. Echt mijn favoriet ooit. Oeh. Oh ja, het doet me aan zo'n fruitbol denken. Ja.
Oh mijn god, fucking lekker. Dat is mijn favoriet. Neem zuurzak als je er daar heen gaat. Lekker culinaire kip gegeten. Dat moet ook gebeuren, hè? Lekker aan de KFC. Gelukkig nieuwjaar. Ja, thank you. Het is Iraans nieuwjaar. Het is Iraans nieuwjaar op dit moment. En dat begint gewoon 's middags. Nou, dat valt dus met de lente. Dus wanneer de lente begint, als je... Eel, hoe werkt dit? Gadverdamme. Pakken hem even op vanuit de auto. Iraans nieuwjaar, hoe zeg je dat nou ook weer? Gelukkig nieuwjaar. Eidet Mubarak. Eidet Mubarak, ja. Of Eidet Toen is meervoud. Eidet Toen? Ja, zeg maar gewoon Eidet Mubarak. Okay. Of Eid Mubarak. Ja, vaak wordt gezegd Eid Mubarak. Dat ken je toch misschien wel? Eid Mubarak. Ken je dat niet? Nee. Maar gewoon gelukkig nieuwjaar wanneer de lente begint. Ja, dus dan wordt dan helemaal met de hoe dat allemaal valt voor de lente. Dus ja. Het is niet het ene jaar op de 20ste, de andere dag op de 21ste, ja. Zeg maar. Nou, wat heerlijk. Het is niet om 12 uur 's nachts of zo. Nou, wat leuk. En jouw ouders zitten helemaal knus samen. En die zitten dan alle ritueeltjes te doen, want ja. Je moet dan een bepaald gerecht eten. Echt zo leuk. En jullie vieren ook oud en nieuw gewoon, toch? Ja, een Nederlands oud en nieuw vieren we ja. Ook, ja. Wat gezellig. Zo je leuk. Je moet elk feestje pakken waar je pakken kan, hè? Nou, dat is. Je moet het leven vieren. En anders moet je er maar wat van maken. De boodschap is gedaan. Ik denk dat genoeg van jullie zouden gillen als jullie onze koelkast zien. Alleen maar augurken. Kwark. Artisjokharten. Nou, dat ziet er ook echt zo verdomd goor uit. Het is wel heel lekker. Huzarensalade. Van die vleesjes. En hier alleen maar tonijn, wat groente. Ik ga stuk. Wat is dit? Ook nog bakjes havermout wat al gemaakt is. Ja, erg bijzonder. Maar wel, oh, kijk die cake. Dat is voor morgen als die mannen hier komen eten. Echt heel erg leuk. Ik hou van een volle koelkast. We zijn hier niet zo heel lang meer, maar... Hé, we hebben wel een volle koelkast. Dat kan je wel zeggen. We hebben geen water gehaald. Dat is top. Dat is top. We hebben alleen cola. Nice. En ik zag dit op TikTok. Maar dit moet dus helemaal gaan werken voor je spijsvertering. Dus ik ben benieuwd. Fix dit. We gaan het huis even een beetje opruimen. Aangezien als er gasten komen, dan wil je het huis een beetje netjes hebben. Oh, we zitten op het Netflix. Maar van wie? Ingrid. Hans. Hansie. Arjan. Bim. We zijn een beetje mee vandaag. Oh. Nou, nog één keertje dan. Yes. Ingrid, Hans, naar die Hans. Maar het is ook Nidia, het is niet Nadia. Nee, Nidia! Oh. Arjan! Nee! Ik denk dat wij moe zijn. Oh, mijn god. Hans! Snap jij wel? Nee, ik lach gewoon mee. Et voilà. Alles is lekker opgeruimd. Dus we zijn ready voor als de mannen morgen komen. We hebben zo'n chill avond. Oh, Jesus! Hans! Bonita! Bam! Ik wou net zeggen dat wij een chill avondje hebben. Maar ik ga even deze mooie vrucht even snijden. Oh, look at this. Wow. Ik denk ook niet dat het heel lekker is. De vorige keer ging ik ook die dragonfruit proeven. Dat was helemaal niet lekker. Dat ziet er gewoon mooi uit. Nou, deze is nog wel lekker. Waar smaakt het naar? Beetje zoet. Nou, best wel zoet. Goed verhaal. Zijn we weer. Met een bootje mee. Ja. We gaan naar Kleine. Of naar Klein. Klein Curaçao. Klein Curaçao, it is. Ik ben er nog nooit geweest. Zelfs 2 jaar geleden niet. Maar ja, toen was er lockdown. Dan kon ik helemaal geen kut. Dus ik ben zo benieuwd. Zo grappig. Ik stelde me net voor aan iemand. En hij zo, hey Marijn. Ik zo, hey Marijn. Dat is zo raar als je je voorstelt aan iemand met dezelfde naam. En dit was ook nog een man. Ik ken weinig mannen eigenlijk die Marijn heet. Vind je het een vrouwen of een mannennaam? Kan beide toch? Kan beide, hè? We gaan even naar de vuurtoren. Danny, wonen daar mensen? Het is gewoon alleen bewaking. Ja, een soort van. Want waarom zou je hier willen wonen? Je wilt toch niemand? Tell me. Er is dus een verhaal dat, ik weet nog lang geleden,
is het dus met een storm net Venezuela, want je vroeg net of je dieren waren. Ja. Zagen dus er was er wel een krokodil ooit aangespoeld hier. Hier? Ja. Maar nee. Hij is hier niet meer, maar was echt? Wel. Ja. Oh mijn god, heb je eens zo lang geleden? Ja, denk het wel. Oh. Het staat allemaal op dat bord. Dat is het enige wat ik nog weet. Oh, dat er een krokodil okay. aangespoeld is. Die boot is natuurlijk hier ja. opgeknapt, maar ja, daar gaan we zo nog heen. We gaan er zo inderdaad nog heen. Er zijn hier twee scheepsvrachten, toch? Ja, het ligt helemaal vol aan de andere kant. Echt? Ja, ja. Holy shit. Al verschillende boten. Wauw. Hij is echt zo vervallen. Hoe oud is dit wel niet? Oh, dit is zielig. Oh, we gaan hem redden. We gaan hem redden. Oh, arme schat. Kom. Oh, kom lieverd. 1, 2, spring. Oh. Oh, kijk. Oh, dit is onze goede daad, inderdaad. Oh. Ja, zo zielig. Nou, dan kan ik bijna huilen. Maar oké. Okay. Ik voel me net Stefan. We gaan vandaag naar een verlaten plek. Oh, een goede vloer ook. Holy knijter, wat leuk. Kunnen we boven? Ja, ja. Ja? Oké, let's go. Prachtig. Wat heb jij gedaan? Oké, okay, deze vorm. Ja, waar leeft het op? Nou, een U-vorm. Ja, dit zo die rand zo. Komt het bekend voor de badkamer of wat dan ook? Ja, gewoon een wasbak. Ben je nou zo dom of doe je nou zo dom? Oh, wc. Oh, wc. Ja. En ja, ik... Nee! Ja. Nee! 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 Teddy! Hoe lang duurde het voordat het beneden kwam? Ik weet niet, maar het begon een beetje te vrij. Dan maak ik het verhaal beter. Mijn vader heeft dit dus gedaan en een vriendin van mij zat beneden. Keek omhoog. Nee, hè? Huh? Net langs zijn gezicht naar beneden. Oh! Nou, waarom doe je dat ook als er mensen beneden staan die je kent? Ik niet. Jij wel? Ik zei het toen het veilig was. Ik zei fire in the hole. Kijk eens, dit is alleen nog maar de achterkant. Lijp. Zo goed kan ik dus ook varen. Tot hier en niet verder. Dus Danny, heb je ooit haaien gezien? Er was net even een klein ongelukje waardoor het niet uitgezonden kon worden. Dus we doen het nog een keer. Wat ik al tegen je zei, er zijn haaien. En iedereen denkt, mensen vergeten dat het Caribisch gebied is. Dus er zijn haaien. Natuurlijk heb ik hier op het strand wel haaien gezien toen ik klein was. Was ik aan het zwemmen en twee best wel grote haaien die om me heen aan het zwemmen waren. Had je van die duikbrillen op? Nee, niet eens. Ik stond gewoon, ze waren super ondiep water. Ach, ging je niet rennen? Nee, ja, wat moet ik doen? Als je gaat bewegen, worden ze juist gek. Oh mijn god, ik zou echt in mijn broek poepen. Echt. Maar heb je hier ook gewoon dat je aan de kant ook ziet? Soms, heel soms, heel soms. Ja, dan vind ik het nog wel leuk als je het aan de kant kan zien. Maar ik hoef er niet tussen te zwemmen. Oh my god. Oeh, jeez. Oké. Okay. Wat schattig. Wow, wat de hel? Waarom zijn het er zoveel? Dit is niet normaal. Oh mijn god, ze krioelen. Oh my god. What the fuck? Ze krioelen hier gewoon. Oh. Oh nee. Hallo. Oh nee. Hallo. You're coming home with me. Paniek, de mannen zien een rog. Is hij daarachter? Nou, dan mag hij hard gaan zwemmen. Nou, het fijne is dat die mannen ook een GoPro hebben. Dus hier wat beelden. En wel weer in de haven. Ging niet zonder slag of stoot. Ik mocht namelijk geen sturen. Dat ging niet helemaal top. Hier de beelden. Wie laat mij ook sturen? Danny, it's harder. Nee, Danny! Danny, we gaan zo! Gelukkig zijn we nu weer veilig hier aan het vasteland. Shay is daar denk ik foto's aan het maken. Deze avond is zo bizar mooi. Het is nu al mijn favoriete dag. Ik had in New York ook zo'n dag die helemaal volgepland stond met alleen maar leuke dingen. Vandaag is zo'n dag. Ik heb zoveel zin in de tonijn die we gaan halen. Want die heeft Danny dus gisteren gevangen voor ons. Verser kan je bijna niet krijgen. En hij gaat het dus hier bereiden. En dat vind ik echt
niet normaal. Dat slaat toch helemaal nergens op. Zo'n leuke dag. En dan eindig je hier met z'n allen dat je gezellig dat gaat eten. En wijn en een muziekje. Nou, gelukkiger kan je mij niet krijgen. En hier gaat de tonijn. Oh shit. Ik heb hier zoveel zin in. Deze heb ik gewoon gisteren gevangen. Ik vind het een lijp idee. Vind je dat niet een sneu idee? Ik heb het niet zelf gevangen deze keer. Oh, wat? Dat zei je toch? Oh, dus vloek in de kerk. Je zei is gelukt. Maar dat maakt niet uit. Ja, het is gelukt om het op te halen. Nou ja. Hey Frank, volgens mij is het weer tijd voor een leuk muziekje en gewoon wat beelden. Oh, oh Jesus! Wat de hel? Oh mijn god! In de slechtste outfit ever. Anyway, gisteravond was zo ontzettend leuk. Ik hoop dat jullie deze vlog ook leuk vonden. Ik vond dit echt een geweldige, geweldige dag. Geniet ook van jouw dag en vergeet niet te abonneren. Dikke tuut. En tot volgende. Ja? Ze hebben wel zuur laten. Ze vragen voor suiker. Oh ja, doe maar. Zonder suiker. Ja.